Nou, we zijn voor de tweede keer in korte tijd eens op bezoek in de Refter in Ubbergen. Je kent dat wel, het hele grote gebouw. In die kapel waar vaak tentoonstellingen en exposities worden gehouden. En op dit moment is hier een expositie van een bekend kunstenaar uit Nijmegen en de omgeving. Diederik Grootjans, die staat naast mij. Dat klopt. Dag, ja. Diederik. Hallo, goeiedag. Leuk om hier te zijn, ja. Om jouw werken allemaal te bekijken. En ja, middels dit interview willen we de mensen ook wat meer laten weten over jouzelf. We laten tijdens het interview ook wat beelden zien. Hoe ben je kunstenaar geworden, Diederik? Dat is lang geleden. Toen ik 21 was, ben ik begonnen op een paar avonden om model te zijn bij een tekenclub. En na een keer of 4, 5 dacht ik van ik wil toch eens kijken hoe het aan de andere kant van de tafel eruit ziet. Hoe oud was je toen? 20, zoiets. Ik ben laat begonnen. Voor kunstenaars is dat laat. Andere kunstenaars die waren al heel goed in het tekenen van paarden, brommers enzovoort. Dat heb ik nooit zo gedaan. Maar ik ben aan de andere kant van de tafel terechtgekomen, weer gaan tekenen. Ik was niet al te precies en al te nauwkeurig en al te perfectionistisch. Dus ik zat niet zoveel te gummen, maar meer te tekenen. Ja, maar wat had je daarvoor gedaan? Schoolopleiding? In die tijd zat ik sociologie te studeren. Ach. Hier in Nijmegen. Ja. Aan de universiteit? Ja. En die heb je wel of niet afgemaakt? Wat denk je? Ja, als je met 20 iets anders gaat doen. Ik ben lang blijven hangen en na 5 jaar ben ik ermee opgehouden. Kandidaats gehaald, daarna nog een jaartje gestudeerd en toen was het op. Ja. Maar goed, je bent er altijd wijzer van geworden, hè? Zeker, ja. Ja, geen spijt van. Dat neem je ook mee in jouw huidige beroep? Denk het wel, ja. Denk het wel, ja. Ja. Wat je daar geleerd hebt. Denk het wel, ja. Je bent een van de weinige kunstenaars, wil ik niet zeggen, maar lang niet alle kunstenaars kunnen in hun financiën voorzien. En zijn toch aangewezen op ook ander werk, hè? Ja. En jij bent helemaal self-supporting? Nee. Ja, wel self-supporting, maar dat betekent dat je als kunstenaar van alles erbij moet doen. Ik hoef geen brieven rond te brengen, maar ik geef les. Ik werk als schilder in het ziekenhuis. Wat doe ik nog meer? Af en toe workshops op scholen. Ik werk bij bruiloften en partijen. Je kunt zeggen dat jouw beroep in feite 100% jouw inkomen voorziet. Ja, schrapend en stapelend. En de ene maand wat makkelijker dan de andere maand. Maar dit gaat op deze manier gaat het al 25 jaar goed. Ja, en de afgelopen periode van corona, de laatste anderhalf jaar, sinds maart vorig jaar, zeg maar. Ik ben een van mijn docentenbaantjes kwijtgeraakt. Dat was wel erg jammer. Maar ik ben de tijd wel goed doorgekomen. Het prettige is natuurlijk van het werken kan gewoon doorgaan. Ja. Dus ik heb niet zo heel veel gemerkt, want ik had een eigen atelier, daar ga je naartoe. En of je nou daar enorm zit te ventileren of wat dan ook, maar niet zo gek van uit. Je bent hier eentje bezig en het werk zelf heeft het niet onder geleden. Nee. Je werkt vanuit thuis of heb je het atelier ergens anders? Ik heb atelier op een halve kilometer afstand. Ah ja. Oké. Je hebt je ontwikkeld door al die jaren heen. Hè? Je bent in klein begonnen. Mm-hmm. Wanneer is het moment geweest dat je zegt van nou, vanaf nu is het echt 100% mijn beroep? Ik kom uit een generatie waar veel tijd en veel geld was. Niet dat je persoonlijk veel geld had, maar je werd wel met rust gelaten. Dus ik heb een periode van denk 6, 7 jaar doorgebracht met behoud van uitkering. Vrijwilligerswerk gedaan erbij. Af en toe wat verdienen zodat je uit de uitkering bent, ja of nee. En pas op redelijk late leeftijd heb ik de stap gemaakt om te zeggen, ik ga het helemaal proberen om elke maand mijn eigen geld te verdienen en God zegene de greep. Mm-hmm. En dat is ongeveer 25, 30 jaar geleden geweest. Ja. Het was een sprong. Zo van, ik had er niet zoveel geloof in, maar andere mensen zeiden, volgens mij moet het wel lukken. En het is gelukt. Uiteindelijk is het gelukt en het heeft mij wel in een goede richting gezet in ieder geval. Ja. Nou, we kijken naar deze tentoonstelling in de Refter. Dan haal je heel duidelijk uit wat jouw woonplaats is. Ja, Nijmegen. Precies, ik woon in Nijmegen al een jaartje of 40. En het is een prettige stad.
En het is mijn stad, dus ik hoef niet ver weg te gaan naar, naar Parijs of Londen om mijn onderwerpen te zoeken. Bij mij om de hoek zijn ook straten, dus die straten zijn mooi genoeg om te schilderen. Ja. Wat is jouw werkwijze? We hebben je net even zien schilderen hier vanaf een foto. Doe je dat altijd? Niet altijd. Soms ga ik gewoon met een ezeltje naar buiten en dan schilder ik de plekken. En soms ga ik op de fiets en maak ik wat foto's. Op momenten van de dag, op plekken van de stad, waarvan ik weet van nu is het licht mooi en dit is een goede plek. En dan maak ik aan de hand van de foto's maak ik dan wat schilderijen. Ja. Dit zijn voornamelijk werkjes van Nijmegen. Ja. De omgeving van Nijmegen, pak je die ook mee? Nou, deze expositie zeker, want ik heb als je goed kijkt, de onderste rij van alle schilderijen zijn stadsgezichten. De bovenste rij zijn allemaal natuurlandschappen. En dat is allemaal in de bossen rondom Nijmegen. Dus tussen Nijmegen en Groesbeek. Een enkel bosje in het Rijswald, net over de grens. Bij de Bisseltse baan. Dus het zit allemaal heel dicht bij de stad. Ja, dus je hoeft je werk niet ver te zoeken? Nee. Dat heb je ook nog nooit gedaan. Je hebt nooit iets uit Parijs of zo. Ik heb wel eens een keer een expositie gehad in Zutphen. Maar dan blijf je zitten met 12 schilderijen van Zutphen. En dat. Komt het bijvoorbeeld voor dat. Gebeurt het bijvoorbeeld wel eens dat je. Dat mensen jou een opdracht geven om van een foto die ze in Parijs hebben gemaakt een schilderij te maken? Nee. Dat heb je nog niet meegemaakt? Dat heb ik nog niet meegemaakt, nee. Wie weet, na deze uitzending. Maar het is lastig als je de foto al kent als opdrachtgever. Het enige wat je dan gaat doen is controleren of het schilderij wel voldoende op de foto lijkt. Het is prettiger als je een opdracht geeft om te zeggen, nou dit is mijn huis, dit is mijn straat, dit beeld wil ik ongeveer hebben, verras me maar. Dan hebben ze een schilderij en dat is het werk. In plaats van dat het een afgeleide is van een foto. Zit er meer creativiteit in? Zit er meer creativiteit in. En het is voor de mensen makkelijker om dat te accepteren dat dit het kunstwerk is geworden. Ja. Iets grotere verrassing. Je bent hier aan het exposeren in een kapel. Is dat iets bijzonders voor jou? Nee, niet echt. Het is een hele grote kapel. Dus hij is groot, hij is wijd, hij is een beetje neutraal. Tenminste, het onderste gedeelte. Bovenkant is natuurlijk prachtig en je wint het nooit van deze ruimte, omdat hij zo mooi is. Maar als je zo rondkijkt, het is niet een hele knusse, gezellige ruimte. En dat doet mijn schilderijen wel recht, vind ik. Als je in een knussere ruimte zit, dan worden de schilderijen wat iets te gezellig en iets te tuttig, naar mijn idee. Ja, oké. Heb je zelf iets met het geloof? Oh, dat is een verrassende vraag. Nee. Nee, omdat je hier in een kapel staat. Oh, hè? Ja. Maar goed, deze kapel is in dienst van een organisatie die zich bezighoudt met de exposities. Het stoort me niet. Nee. Zullen we zo zeggen? Nee. Ik heb geen aversie tegen het geloof. Want je bent vroeger ook misdienaar geweest, hè? Ik ben misdienaar geweest, ja. Dus ik weet wanneer de drie belletjes moeten en zo. Ja. En de water en de wijn. Ach, ja, joh. Ja. Okay. Nee, ik ben tot aan mijn 11e, 12e missienaar geweest. Totdat de pastoor besloot om na elk jaar niet meer een tientje uit te keren aan de missienaars, maar slechts 5 munten voor de botsautootjes. Toen ben ik zo kwaad geweest, toen ben ik erbij opgehouden. Ja. Dus een echt geestelijk leven was voor mij ook niet echt weggelegd. Nee, oké. Nou, vandaag is deze expositie nog. Ja. Volgend weekend ook nog? Volgend weekend. Er waren 4 weekenden in september. Dus volgend weekend, wat is het, 5 en 26 september ook nog. Ja, oké. Dan wens ik jou veel succes en hopelijk veel aanloop. Dankjewel voor deze aandacht.